komen. Ja. Dus het is natuurlijk wel... Zo is het niet helemaal. Hè. Dus de grote bedrijven hebben zelf al jaren geleden voortouw genomen om aan de slag te gaan. En dat kan ook. En ik zei net al, Philips CO2-neutraal. Daar gaat bij ons niets meer naar de vuilnisbelt. Alles wordt gerecycled. En we hebben niet aan concurrentiepositie ingeboet. Ja. Dus het kan. Dus je hebt de politiek ook niet nodig? Nee, maar we hebben de politiek wel nodig om de rest van de wereld mee te krijgen. Want alleen maar een aantal grote bedrijven is onvoldoende. Er zijn in de monitor die net is uitgekomen van de Universiteit van Amsterdam... blijkt ook dat heel veel bedrijven nog niet begonnen zijn. Nee. Dus we moeten eigenlijk zowel aanmoedigen en het goede voorbeeld geven en helpen. Maar er moet ook wel ergens wat dwang komen. Bijvoorbeeld via de beprijzing van CO2. Ja. Waardoor het duur wordt als je vervuilt. En zo zorgen dat de hele wereld opschuift. Ja. Maar Hanneke Faber, er zijn ook bedrijven die zeggen van ja, we kunnen dit simpelweg niet. Want we zijn nog aan het overleven vanwege corona. Dus dit is gewoon even niet onze prioriteit. Of de aandeelhouders willen niet. Of de aandeelhouders, ja. Ja. Nou ja, ik denk dat er heel veel aandeelhouders zijn die het wel willen. We zijn als Unilever hebben we als eerste bedrijf deze zomer ter wereld ons klimaatplan aan de aandeelhouders voorgelegd. Dat kost geld, dat plan. Maar 99% van de aandeelhouders hebben daarvoor gestemd. Dus dat zou ik zeker niet gebruiken als mijn aandeelhouders willen het niet. Ik snap natuurlijk best dat er bedrijven zijn die zeggen... ik heb het nu moeilijk met COVID. Maar je moet ook een beetje over de horizon heen kijken. En als we nu geen actie nemen, dan zijn we er allemaal straks niet meer. Ja. David, een van de grootste vervuilers die wij in Nederland hebben is Shell. Zij hebben die brief niet ondertekend. Waarom niet? Dat weet ik niet. Dat is een goede vraag voor Shell, denk ik. Maar goed, je vroeg net al even van, hè, wat is dan de positie met ABP die uit Shell stapt. Ja, we hebben daar wel echt een andere aanpak. Omdat het is natuurlijk aan de ene kant klinkt het heel goed om dit te doen. En tegelijkertijd denk je, ja, wat betekent dit nou eigenlijk? Als wij zeg maar besluiten om alle vervuilende industrieën uit te stappen. Jullie stappen er niet uit. Staal, fossiele industrie. Stel dat we daar nu uitstappen. Ja, morgen besluiten we wel dat we meer windmolens willen. En daar hebben we weer staal voor nodig. We hebben hier regelmatig aan tafel gehad over... er moeten meer woningen komen, die moeten verduurzaamd worden. Ja, helaas hebben we daar op dit moment nog wel cement en beton voor nodig. Dus waar wij ons heel erg naar kijken is... welke partijen lopen daar nou in voorop? En hoe kunnen we daar nou, en daar zetten we best wel druk op ook... hoe kunnen we die partijen nou soms helpen om die transitie door te gaan? Of Tata